goedendag. We hadden een heel rustige start van de dag, wat hoge wolkenvelden. Ja, en op heel veel plaatsen kwam toch ook wat nevel en mist voor. Maar dat lost allemaal snel op. En als we dan ook op de satellietfoto kijken, zien we eigenlijk Nederland nauwelijks bedekt onder bewolking. Ja, heel dunne sluierwolken. Boven het uiterste noorden van het land misschien nog wat dikkere bewolking van betekenis. Maar de echte bewolking van betekenis, ver verwijderd van ons land door een hoge drukgebied. Ja, en de wind komt uit het oosten. En ook in de aanvoerrichting is eigenlijk nauwelijks bewolking te vinden. Dus ook vanmiddag ziet het er ook zeker niet onaardig uit. Veel zon, hoge tot dunne sluierwolken waar de zon wel heel goed doorheen komt en daardoor ook vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo'n zomerse temperaturen in het zuidoosten van het land, een graad of 25, lokaal misschien nog iets warmer. Ja, en op de Wadden en in het uiterste noorden van het land kan het dan net eventjes wat koeler zijn. Morgen ziet er ongeveer hetzelfde uit. Ook dan heel veel wat dunne sluierwolken waar de zon goed doorheen komt. In het uiterste noorden van het land misschien nog wat dikkere bewolking van betekenis. Temperaturen zelfs nog een fractie hoger dan vandaag. Met op de warmste plaats in het zuidoosten van het land 27 graden. Woensdag komt er zelfs nog een beetje bij. Kan het lokaal misschien wel 28 graden worden. Wat natuurlijk heel hoog is voor de tijd van het jaar. Ja, en de dagen daarna blijft die temperatuur vrij hoog. Maar vanaf donderdag neemt de kans op een regen- of onweersbui wel toe.